Het is natuurlijk ontzettend leuk om te vertellen over allerlei successen in dit soort video's en op social media. En te vertellen hoe fantastisch het allemaal gaat. Maar je weet waarschijnlijk ook wel dat je ook wel eens dagen hebt dat het gewoon wat minder gaat. Het zit ook een beetje in het vak van data engineer, want data engineer is een ontzettend breed terrein. Het gaat van, je kunt verwachten dat zo'n data engineer een volledige ontwikkelaar is, die alles kan doen, inclusief testen, en die alles weet van data stores, van data lakes, relationele databases, niet-relationele databases, streaming, niet te vergeten data modeling. Dus ja, niet heel gek dat natuurlijk over de hele brede linie niet altijd alleen maar successen zijn. Om een voorbeeldje te geven, ik was vorige week bezig om een kleine oefenomgeving te maken met Spark. En dat wil ik doen op een cloud omgeving waar ik nog niet eerder was geweest. En nou, wat ik wilde doen was eigenlijk niet heel erg moeilijk. Ik wilde een S3 bucket maken, dat is een soort filesysteem. Daar wilde ik een foutje in gooien met boekencatalogus. En daar wilde ik dan vervolgens op gaan zoeken met Spark. Leuk idee. Daar had ik een dagje voor tijd voor genomen. Ik was vol goede moed 's ochtends begonnen. En ik zal zeggen, het aanmaken van zo'n S3 bucket is helemaal niet zo moeilijk. Het uploaden van dat CSV-foutje met die boeken, ook helemaal niet zo moeilijk. Het vinden van een stukje voorbeeld Python-code om mee te beginnen. Nou, je moet een beetje kijken of je goede kwaliteit vindt, maar ook dat is niet heel erg moeilijk. Toegang tot het CSV-foutje vanuit mijn Python-code. Daar ben ik een hele lange tijd mee bezig geweest. Ik dacht op zich dat het niet heel moeilijk was. Je maakt de user aan. Hè, het waren handleidingen voor, documentatie. Je maakt de user aan, je koppelt er een rol aan. En aan die rol koppel je S3 read-only. Nou, dat lijkt de lading wel redelijk te dekken. Viel een beetje tegen. Nee, dat was het dus niet. Ik had wel nodig. Maar het bleek niet voldoende te zijn. Ik kreeg een error en die errors moet je altijd goed lezen. En die error zei dat mijn user niet toegang had om de assume role uit te voeren op de rol die ik eraan gekoppeld had. En ik dacht, ik heb die rol eraan gekoppeld, wat wil je nou nog meer van mij? Nou, allerlei rechten nog eraan gekoppeld, want dat doe je dan. Het is toch maar een speelomgeving, probeer eens dit, probeer eens dat, probeer eens zus. Op een gegeven moment weet je niet meer wat nou precies de doorslag heeft gegeven, maar na veel terugdraaien, terugzoeken van als ik dit eraf haal, werkt het dan nog? Als dat eraf haal, werkt het dan nog? Oh, dan was het dat. Blijkt dus dat in die rol, zit in het console van de cloud provider, zit een tabbladje. En in dat tabbladje zit een configuratie in een hele mooie YAML-code. En daarin moet je dus toevoegen dat de user de assume role permissies, privileges heeft op die rol. En als je dat doet, dan werkt het. Maar ik kan je vertellen, dat heeft me heel veel meer tijd gekost dan ik had gehoopt. En zo kan het af en toe echt gaan. En dat maakt het werk van de data engineer niet minder leuk om, overigens. Maar je hebt wel van die dagen dat je denkt, ben ik nou zo dom of hoe zit dat? En hoe dan ook, ik zou zeggen, we maken het allemaal mee. Laat je niet ontmoedigen. En laat je ook niet ontmoedigen om data engineer te worden. Want het vak blijft ontzettend leuk. En als je het vak ambieert, weet dan dat wij een opleiding geven. Certified Data Engineering Professional opleiding. Waarin je helpt om al die hordes waar je normaal overheen struikelt, om je er omheen te begeleiden. Zodat dat je een hoop gestruikel kunt missen, zeg maar. En meer naar de good stuff kunt gaan. Dus dat is wat ik vandaag wilde vertellen. Het gaat niet altijd goed, maar je leert er wel een hoop van. En daar houden we het maar op. Tot de volgende keer.